allemaal, leuk je weer kijken naar Fem. En vandaag heb ik een recept voor jullie. En dit recept is eigenlijk ja, een soort van ontbijtje dat mijn moeder wel eens op zaterdag maakt. Het is net zo'n ontbijt dat net wat luxer is dan normaal, zeg maar. Het kost iets meer tijd. Maar het is zo lekker en het leek me gewoon heel erg leuk om te delen. Het is echt super makkelijk. Maar ja, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden. Voorgebakken stokbrood, 2 eieren, vanillesuiker, jam, olie en normale suiker. Begin met het snijden van het stokbrood. Het is belangrijk dat je de stukjes wel iets anders snijdt dan normaal. Je snijdt nu een stukje stokbrood, maar in het stukje zelf snij je in het midden nog een sneetje. Maar snijd het niet helemaal door, zodat er een soort opening bestaat waar je zo meteen de jam in kan doen. Vervolgens doe je de eieren en de vanillesuiker en de normale suiker bij elkaar. Mix je door elkaar heen en dan krijg je een soort beslag. Die van mij was iets te dik, dus ik heb er nog wat melk bij gedaan om het wat te verdunnen. Je kan ook water gebruiken, maar ik vind melk net iets lekkerder. We werken thuis trouwens altijd met stokjes. Mijn moeder is Chinees, dus vandaar dat je heel vaak stokjes ziet. Dat is eigenlijk gewoon aangeleerd bij ons thuis. Vervolgens pak je de stokbroodjes en met een eetlepeltje kan je daar de jam tussen doen. En dit doe je dan eigenlijk in dat klepje dat je net hebt gesneden. Vervolgens doe je wat olie in de pan, pak je de stokbroodjes, die doe je dan even door het ei-mixje heen en leg je ze in de pan. Even in de pan en daarna draai je ze na een tijdje om, zodat ze een leuk goud kleurtje hebben. En dan laat je ze even staan en daarna kan je ze uit de pan halen en kan je ze opeten, dan ben je al klaar. En het is echt zo onwijs lekker. Ze vullen wel heel erg, dus ik zelf eet meestal 3 stuks, dan zit ik voor ontbijt meestal wel vol. Want het zijn best wel machtige dingen, maar het is echt super lekker. Dat was het dan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als jullie deze video leuk vonden. Laat een reactie hier beneden achter wat voor ontbijtjes jullie altijd aten als je net iets luxe ontbijt maakte vroeger als je iets meer tijd had. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op Fem. En dan zien jullie mij maandag weer. Doei! Nee, dat doe ik niet. Nou, niks. Nee, oké.